Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Het is rond 8 uur. De actie gaat zo van start. Iedereen is bezig met ontbijt. Wie ben jij? Ik ben Jelle Klaas. Ik ben mensenrechtenadvocaat en ik werk voor het PILP, Public Interest Litigation Project. En ik ben hier met het team vandaag als Legal Observer. Oké, en wat houdt dat precies in? Wij maken ons nogal zorgen over het recht op demonstratie in Nederland. Het staat erg onder druk. Politie en de gemeente gaan steeds verder om dat recht in te perken. Hebben we een aantal keer gezien. Wij steunen rechtszaken daarover. We hebben ook een paar over gedaan. En nu willen we eigenlijk eens kijken op deze actie. Hoe de politie hiermee omgaat. Hoe de gemeente ermee omgaat. En als support voor de activisten. Om ze meer te vertellen over hun rechten. Oké, en verwacht je veel werk te gaan hebben vandaag? Of kan je dat nog niet zeggen? Ik heb echt geen flauw idee. We zijn klaar voor veel werk als nodig, maar we gaan vooral observeren. Dus veel aantekeningen maken. Dus stel dat het tot rechtszaken of klachten komt, dat ook onze visie of wat wij denken dat er is gebeurd, dat het ook kan worden gebruikt. En verder denk ik dat best wel veel mensen wel op de hoogte zijn van hun rechten. Maar ja, je weet het nooit. Daar kunnen we daar nog wat meer over vertellen. En waar kan je die informatie dan precies gebruiken die je vandaag opdoet? Geef je die aan de rechtbank? Indien nodig. We staan in contact met de advocaten. De strafrechtadvocaten mochten de mensen gearresteerd worden. En mochten de klachten nodig zijn, dan kunnen we daar ook mee helpen. Of de activisten zelf. En dan kunnen wij een iets neutralere visie over wat er precies gebeurd is op welk moment. En wanneer de politie misschien over de schreef is gegaan. Dat soort punten kunnen we dan aangeven. Oké, super. Dankjewel. Graag gedaan.